De start is gevallen, paarden onderweg. Het is niet de snelste starter, Macalo, maar hij gaat toch aardig mee in vijfde stelling. En we gaan de eerste meters door en het is aan de kop van het veld de galoppade. Een galoppade voor Rezit Steensgaard en die valt daardoor terug naar de uitgeslagen paard nummer 3. 3 galop. En het is daar French Kiss die heel brutaal de leiding op komt eisen. Dat ging ten koste van Donder Vreo. En aan de buitenzijde komen er een paar deelnemers in de aanval. Eén daarvan is Lotte de Vlieger. Zij rijdt vaak hier Oldenzon. En in het buitenste spoor Sandra Winkelman. Zij doet het met Cassandra D. En daarachter zit eigenlijk Macalo toch min of meer wel een beetje in een zetel. Die heeft een mooie positie gehad aan de buitenkant. Daar waar in de beginfase tempo moordend was. Achter Macalo ook een prima plek voor Samantha Stolker met haar nummer 6 Fompompon. En achter Fompompon hebben we dan aan de binnenzijde het nummer 7. En dat nummer 7 wordt gedragen door Grete Postumus en Donata Groenhof. We komen zo dadelijk weer in de rechte lijn. En het is daar dat French Kiss wel graag naar buiten wil. Maar daar kwam ook net Macalo aan. In de tussentijd wordt er een tussensprint geplaatst door Fompompon. En zo is een levendige koers met nog 2 rondes te gaan. En het is aan kop van het veld Vakir Oldenzon. Vakir Oldenzon aan de buitenzijde onder druk van Fompompon. Binnenzijde dan het nummer 5 van Cassandra D. Met verreweg in het veld Macalo ligt er geweldig in. Donate Groenhoff komt naar tweede spoor. Doemt op tot schuin naast French Kiss. En dat zijn dan de paarden die wat voorsprong nemen op Donder Vreo. Deelnemers gaan de verre linkerbocht in met nog altijd dezelfde koploper, Vakir Oldenzon. Vakir Oldenzon, dat heeft Lotte de Vlieger toch handig gedaan, heeft een lengte, nou 3/4 lengte voor, op aan de buitenzijde van Pompon. Daarachter Macalo in een goede uitgangspositie, aan de binnenkant geen meter te veel voor Cassandra D. Daarachter volgt dan de 2 French Kissen aan de buitenzijde nummer 7 van Donate Groenhoff. Paarden komen weer in de rechte lijn. Straks bij het passeren van de finish nog een ronde te gaan. En Vakir Oldenzon wordt daar even wakker geschud en heeft nog altijd die halve lengte voorsprong. Maar er komt reactie, want het is daar dat Paula Bakker de tijd rijp acht om haar Macalo in stelling te brengen. Komt daar zo dadelijk in het buitenste spoor naar voren. Maar vooraan gaat men niet wachten en het is aan de binnenkant nog altijd die Vakir Oldenzon. Vakir Oldenzon, Fompompon. Daar komt de aanval van Macalo. Binnenzijde dan Cassandra D. Daarachter French Kiss. Ook die komt nu van de reling af. En we gaan dan op weg naar de laatste bocht en het is nog altijd die Vakir Oldenzon, maar Macalo aan de buitenzijde die komt daar als een schicht naar voren. Vanuit de start van het veld ook de aanval van French Kiss. Oeh, French Kiss loopt daar bovenop een kar en dan vallen ze nog bijna uit de zulkie, maar dat komt gelukkig net goed. Uitgeschakeld de paarden 2 en 6 wegens te veel galopperen. Nog één keer terugvecht bij Macalo, maar Macalo, ja, als hij straks recht komt, zou die wellicht nog wat kunnen gaan doen. Maar het is Vakir, die heeft toch die halve lengte voorsprong. Macalo probeert het wel, maar Vakir Oldenzon is te goed. Vakir Oldenzon is de winnaar voor Macalo en op de derde plaats. Dat is bijzonder close. De aankomstrechter mag het zeggen. Of aan de binnenzijde Cassandra D. Of aan de buitenzijde dan de opkomende Donate Groenhoff. Wat een geweldige verrassing zeg. Vakir Oldenzon houdt stand. Wat een uitrijding in de laatste bocht. En het comité raadpleegt nog even de beelden.